De laatste hand wordt gelegd aan de Voorhofkerk in Pessen. Nog wat schilderwerk buiten en de ramen erin. En dan is het gebouw uit 1871 volledig gerestaureerd. Het is een heel mooi project geworden. Ik ben blij dat het ook af is. Het is fantastisch geworden. Ik ben er best blij mee. Toen de kerk in 2015 te koop stond, werd er veel gespeculeerd over de mogelijke bestemming van het pand. Annen heeft besloten om de kerk niet commercieel uit te baten, maar het een sociaal-maatschappelijke bestemming te geven. Denk aan een opvang voor bejaarden of dagrecreatie. Dat vind ik erg belangrijk. Het is natuurlijk altijd een kerk geweest waarin gedoopt, getrouwd en gerouwd is. En dan vind ik eigenlijk dat je dat waar mogelijk zo moet kunnen houden. Door er wat in te gaan doen wat daarbij past. En je kunt er wel van alles en nog wat in gaan maken en zo, maar dan is de kerk geen kerk meer. En ik zou graag de kerk willen laten. Juist, ja. Bent u zelf ook kerkelijk? Ik ben zelf ook kerkelijk. En dat speelt ook mee, denk ik? Ja, ongetwijfeld. Ongetwijfeld. De verbouwing wordt betaald met de bouw van 5 woningen op het terrein van de kerk. In de Voorhofkerk zat tot 2015 de hervormde gemeente, die samen is gegaan met de protestantse kerk 300 meter verderop. De voormalige kerkgangers behoren tot de eerste die het gebouw straks mogen bekijken. Dan denk ik wel dat het na de vakantie zal worden voordat we alles laten zien aan de bevolking hier. Dan zijn ze van harte welkom om eens even een kijkje te komen nemen.